Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 7 februari. Er is veel bewolking boven Nederland en momenteel over de oostelijke helft van het land ook flink wat regen. Maar die regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen klaart het dan op. Vanochtend blijft het dan nog wel op de meeste plaatsen droog in het westen van het land, maar vanmiddag kan er hier en daar weer een enkele bui vallen. De temperatuur ligt vanmiddag zo tussen de 8 en de 10 graden. Er staat een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Aan zee kan de wind zelfs af en toe stormachtig zijn. En er is ook kans op zware windstoten van zo'n 80 tot 90 km per uur. Overavond lokaal nog wel een bui, maar de wind neemt geleidelijk aan wel weer wat af. En ook vannacht is het dan tijdelijk wat rustiger. Maar morgen krijgen we weer te maken met veel bewolking en ook perioden met regen. Vooral in de loop van de middag en avond gaat het stevig regenen. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden en opnieuw is het vrij onstuimig aan zee met een harde, soms stormachtige wind. In het weekend is het ook wisselvallig, maar dan kan wel de zon af en toe eventjes doorbreken. Er vallen een aantal buien en s is het rond de 8 graden. Ook dan waait het af en toe stevig uit het zuidwesten. Na het weekeinde wordt het geleidelijk aan wat rustiger weer en gaan de temperaturen weer iets dalen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.